Voor Kenneth Taylor was 2022 op persoonlijk gebied een mooi jaar. Hij werd kampioen, veroverde een basisplaats bij Ajax en mocht met Oranje mee naar het WK. Aan het begin van dit nieuwe jaar nemen zijn goede voornemens voor 2023 door. Mijn goede voornemen op privégebied is... Ja, ik denk gewoon kampioen worden met Ajax. Ja? Ja, ja, zeker. Zo diep zit Ajax in jouw privéleven? Ja, eigenlijk wel. Vanaf geboren ben, zeg maar, mijn vader altijd, dus ja. Focus op verdedigend spel of aanvallend spel? Ik denk verdedigend spel. Ik heb nu volgens mij 5 goals en 3 assists in de Eredivisie. En ja, het liefst wil ik dat natuurlijk nog meer doen. Meer goals maken en assists geven. Maar ja, als ik kijk naar mezelf wat ik echt kan verbeteren, denk ik dat bij het verdedigende spel wel meer is. Je zei al 5 goals, 3 assists. Vind je dat oké? Ja, het kan altijd beter sowieso. Maar ja, prima. Het liefste, mijn doel is om 10 goals te maken was voor het seizoen. Was. Eigenlijk zei ik 8, had ik ooit gezegd. Maar toen had ik in de eerste wedstrijd gescoord, dus toen zei ik 10. Dus ik wil 10 goals maken het seizoen. Het is op de helft, ja. Toch? Ja. Dat is mooi. Maar ja, kan nu moet die eigenlijk weer een beetje omhoog. Nou. Dus ik ga voor 12 nu. Kijk, mooi. Wat houden we je aan? Gespierder worden of sneller worden? Ja. Gespierder worden. Ja. Waarom? Ja, gewoon dat in het huidige voetbal is dat wel echt belangrijk in fysiek. En ja, dat kan bij mij gewoon ook nog beter. En ja, daar doe ik wel heel veel aan trouwens. Bijna elke dag met Jurie Pegel doen we extra krachttraining. Dus het is niet dat ik per se gespierder wil worden of zo. Het is meer, ik wil gewoon sterker worden, snap je? Basisspelen Oranje worden of aanvoerder Ajax worden? Ja, die is wel lastig. Maar ja, ik denk basisspelen Oranje worden. Ja. Ja? Ja, dat is toch wel een grote eer om, ja, bijvoorbeeld zoals nu, om op een WK te staan en dan ja, voor je land te vechten, zeg maar. En aanvoerder Ajax worden is natuurlijk ook heel mooi. Maar ik denk dat ik wel moet kiezen voor basisspelen Oranje worden. Zoals nu bijvoorbeeld hoe Dusan dat doet, dan ja, dat is denk ik gewoon top. Gewoon echt perfect. Een andere captain is dus niet aan de orde, maar het WK in Qatar maakte een onuitwisbare indruk. Ja, het is echt een hele mooie ervaring. Om te zien wat al die jongens doen daar en ja, gewoon hoe groot dat is, zeg maar, is wel echt, echt heel mooi. Uiteindelijk is het natuurlijk wel kloot hoe we zijn uitgeschakeld, ook op penalties. En ja, ik denk als we die hadden gewoon dat we echt wel een hele grote kans hadden om ja, in de finale te komen en dan te winnen. Dus dat is wel een beetje jammer natuurlijk hoe het is gegaan. Je hebt die wedstrijd tegen Argentinië, zat je op de bank. Hoe heb jij hem beleefd? Ja, echt een hele mooie wedstrijd eigenlijk, ook vanaf de bank. Hebben we echt wel genoten eigenlijk. 2-0 achter en dan 2-2 terugkomen. Ja, het was echt, echt een hele mooie, heel mooi om te zien alles. En ja, ik had eigenlijk toen verwacht dat we ook echt zouden winnen, zeg maar. En toen ja, kwamen de penalties en ja, we helaas verloren. Ja, het is altijd zo beroerd, hè, die penalties. Ja, dat is wel frustrerend, ja. Van welke teamgenoot wil ik absoluut niet verliezen met FIFA komend jaar? Brian is altijd heel irritant als hij wint. Dus van hem. Ja, dan gaat hij me uitlokken en zo, dus van hem. Ja, maar verlies je wel eens van hem? Nee, dat niet gelukkig. Maar ja, ja wel eens. Wel eens. Zeg maar, als we 10 potjes spelen, dan verlies ik misschien 1. Maar dat doet hij heel irritant altijd. Dus. Ja. Ja. Doe jij net zo irritant als jij? Ja, dat wel. Ja, gaan we gewoon elkaar uitlokken. Juichen voor elkaars gezicht, zulke dingen. Als we scoren. Ja. Mijn hoofddoel in 2023 is... ik denk gewoon alle prijzen pakken met Ajax. Kampioenschap, beker en Europa League. Die triple. Ja. Dus rood haar. Nee. Hier kijk ik het meest naar uit in 2023. De hulde ging op Museumplein als die kwam. Ja. Toen ik nog wat jonger was, zeg maar, toen keek ik altijd naar die hulde ging. En ja, dat zag echt vet uit. En nu heb ik 2 keer kampioenschap meegemaakt. En 0 keer op het Museumplein gestaan. Dus ja, dat is wel echt iets wat ik echt wil meemaken. Nog.